En de regionale gezondheidsdienst, de RGD, heeft vanmorgen 5 professionele bloeddrukmeters ontvangen van Intermed Caribe. Deze overhandiging vond plaats in het kader van Wereldhartdag vandaag. Jaarlijks wordt op 29 september extra aandacht besteed aan hart- en vaatziekten en de gevolgen die deze aandoeningen hebben voor de mens. Zowel de RGD als Intermed Carib willen hiermee een bijdrage leveren aan een betere preventie van hart- en vaatziekten in Suriname. Volgens Edmien Noordzee, waarnemend directeur van de RGD, is het belangrijk dat zij als een van de eerste lijn zorgorganisaties deze bloeddrukmeters heeft. Dat we daar zeker vinger op de pols moeten houden en zeker goed naar moeten kijken, dus sterk werken aan de preventie. Zodat we zaken zoals hartklachten heel veel kunnen ontdekken en zeker eraan kunnen werken ter verbetering en bescherming van de mens verder. Kijk, het is belangrijk, meten is weten. Als je zorgt dat de mensen op tijd de meting doen, kunnen we precies weten hoe hun zaken precies in elkaar zitten. En dan kan je makkelijk werken aan de verbetering samen met de mensen. Volgens Graciela Wong-Sorejo, Business Unit Manager van de Intermed Groep, leggen organisaties bij de bewustwording rond hart- en vaatziekten de nadruk op het op tijd en regelmatig meten van de bloeddruk en bloedsuiker. Hypertensie en diabetes zijn namelijk 2 belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit is de reden waarom de Intermed Groep deze bloeddrukmeters heeft geschonken aan de RGD. En wij vanuit de Intermed Groep hebben toch een sociaal-maatschappelijke rol te vervullen. En wij dachten, de RGD met zijn 42 locaties is een hele grote organisatie. We hebben juist gemikt op de 5 grote gezondheidscentra. Vandaar dat we dus 5 bloeddrukmeters hebben geschonken. Zodat ze tenminste daarmee hun patiënten kunnen meten. Daaruit resulteert dat 1 op de 5 Surinamers ook last hebben van een verhoogde bloeddruk. Tijdens onze campagnes hebben we dat ook gezien. Echt 1 op de 5 mensen. Die toch wel lijden aan een verhoogde bloeddruk. En vele van ze weten het niet eens. He, zeg maar 50% weten het niet eens. Waardoor men dus toch wel zich moeten laten adviseren door hun huisarts. Dat is ook ons advies altijd. Ga naar uw huisarts, gaat u toch frequenter een onderzoek laten doen. Gaat uw bloeddruk meten, bloedsuiker. En probeer zoveel mogelijk natuurlijk gezond te leven. Minimaal 30 minuten per dag sporten is ook een gegeven. Dat men in elk geval vroegtijdig laat meten, want ook de groep wordt steeds jonger, hebben we gemerkt. Alus Graciela Wong-Sorejo, Business Unit Manager van de Intermed Groep. Ze heeft vanmorgen 5 professionele bloeddrukmeters overhandigd aan de RGD in verband met Wereldhartdag. En dat is vandaag.